Wie bent hier in het Stadspark Engelstuin? Ja, in Hardmuske. In Hardmuske. En het is geen Engelse tuin, maar het is Engelstuin. Oké. Het is park van de familie Engels van vroeger. Oh zo. En de familie Engels die woonde in de stad. Dat was een hofmeijer, dat was een zeer belangrijk persoon. Ja. En hij had hier zijn buitenverblijf. Zo. Met theehuisje erbij. Ja. Dat is een rijksmonument. Ja. Heel Engelstuin is een rijksmonument. Ja. En daar zit nog de mooie Bentheimsteen Bank. Ja. Dan is van de stad verplaatst nog hier, dat is ook een rijksmonument. Dus we hebben hier eigenlijk drie rijksmonumenten. Bij elkaar. Bij elkaar, dat is wel aardig uniek. Ja. En zoals het er nou bij ligt, hoe lang ligt het er zo mooi bij? Zo mooi is natuurlijk sinds dat we als stichting begonnen zijn. Hè? En dat is? Dat is in 2013. Oké. Okay. Maar eigenlijk ben we 2 jaar eerder begonnen, maar dan hingen we nog als werkgroep onder de stadsraad. Ja, oké. Okay. En dat vonden we een beetje beklemmend. Die wonen eigenlijk zelf hun eigen dingetjes doen en ja, zelf subsidie aanvragen en dat soort dingen meer. Okay. En toen ben we in 2013, 1 januari 2013, ben we eigenlijk eigen stichting geworden. Okay. Dus dit jaar hebben we 10 jaar bestaan. 10 jaar bestaan? Ja. En alles wat hier aan het werk is, hier om hen, allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers. We hebben geen betaalde kracht. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee. Allemaal vrijwilligers, man of 20 en ja, vrouwen. Ja. Ja, want ja, de vrouwen die helpt ook af en toe met. Maar je hebt ook koffievrouwen, nog een beetje ouderwets misschien, maar toch. Ja. Die hebben ook hard nodig met de koffiepauze straks. Ja, zeker, dus, zeker. En ze helpt ook gewoon met schoonmaken en alles. Ja. Ja, en onze hoofdtaak is eigenlijk het onderhoud van Engelstuin en het verfraaien. Het onderhoud, hè, zoals je het ziet, ik mij vraag even een uurtje meehelpen. Ja. Maar hey, haan genoeg. Ja, wie wilde nog wel graag wat bij hem? Ja, toch? Wie wilde wel graag wat bij hem? Want, vrijwilligers erbij. Ja, ik ben toch geconfronteerd afgelopen anderhalf jaar met een 2 of 3 sterfgevallen. Oh ja. Ja, en er waren allemaal onverwachte sterfgevallen. Ja. Dus er waren toch mensen die wel volop hier bezig waren. En we hebben toch wel een groep van 20 echt wat nodig. En daar zitten we nu net krap aan. Ja. En, maar het zou heel mooi zijn om er nog een paar mensen bij te krijgen. Het ging eigenlijk niet hard genoeg. Nee. Het is heel veel van mond tot mond. Ja. He, maar we kennen heel veel in Noordmuske. En ook de Norbers hier. He. Wie neemt ons eigenlijk ook Norbers van Engelstuin? Ja. 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 En, maar er moeten nog een paar meer die met de bij komen, wel hier nieuw bent komen worden. Iedereen is druk, hè? Ja. Iedereen is druk. Met eigen dingen. Ja. He? En verder is het heel gezellig. Het is... Het is ook een sociaal gebeuren voor sommige mensen. Ja, ja. Nou, je bent weer met hier, je bent met een aantal mensen. We hebben regelmatig, straks hebben we onze nieuwjaarsbijeenkomst weer. We hebben onze vrijwilligers om, dit jaar. Dus, maar hoe vaak doe je dit werk zeg maar, hier op Engelstuin? We hebben 2 werkochtenden in de maand. Oké. Okay. De laatste woensdag van de maand en de doorvolgende zaterdag. Dus bij deze een oproep, mochten mensen zin hebben om, net als ik, maar de haan hoe de mouwen te steken, dan ben ze welkom. Ik verwacht dat je elke morgen weer komt. Ja. Kom, die doen we. Ja, dan gaan we straks even beginnen. Ja.